presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem blijkt contact te hebben gehad met Ridouan Taghi, vermoedelijk gedurende de periode dat Taghi zich schuilhield in Dubai. Het Algemeen Dagblad, AD, onthulde deze informatie op basis van een opgenomen gesprek tussen Kasem en de inmiddels overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Tijdens het gesprek zou Kasem hebben verklaard: "Ja, toen ze bij mij kwamen, toen dat met jou speelde. Dat was eigenlijk de eerste keer in weet ik hoeveel jaar dat ik rechtstreeks met Taghi contact heb gehad." De term "dat met jou speelde" verwijst mogelijk naar een incident in mei 2019, toen de Vries bekendmaakte mogelijk op de dodenlijst van Taghi te staan. In 2020 bracht het Openbaar Ministerie Kasem in verband met het lekken van informatie aan Taghi's criminele organisatie in 2015. Destijds ontkende Kasem alle contact met de organisatie. In reactie op het recente artikel in het AD benadrukt Kasem vanwege geheimhoudingsverplichtingen geen uitspraken te kunnen doen over personen en zaken in de beschreven context. Verder ontkent Kasem tuchtrechtelijk laakbaar handelen en wijst hij het artikel af vanwege vermeende onjuiste suggesties en valse verdachtmakingen. Eerder was bekend dat Kasem Taghi kende uit zijn jeugd, maar uit het gesprek met de Vries blijkt nu ook dat hij andere kopstukken uit de organisatie van Taghi kent, zoals Shurandy S., de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B. Het artikel, dat eerder werd belemmerd door een rechterlijk verbod na een kort geding aangespannen door Peter R. de Vries zoon Royce, kon uiteindelijk toch gepubliceerd worden na een besluit in hoger beroep. Kasem, die in 2017 samen met Royce en Peter R. de Vries een advocatenkantoor startte, ontkent de beschuldiging dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht, maar heeft zijn presentatiewerkzaamheden bij omroep BNNVARA tijdelijk neergelegd. Momenteel voert de Rijksrecherche een oriënterend onderzoek uit naar de aantijgingen tegen Kasem. De zaak werpt een schaduw op zijn professionele reputatie en brengt complexe relaties met jeugdvrienden binnen de criminele organisatie aan het licht. De ontwikkelingen in deze zaak zullen ongetwijfeld verder worden onderzocht en besproken in de komende periode.